We staan hier in Reigersbos. Reigersbos is een wijk helemaal in het zuidoosten van Amsterdam. Je zou zeggen het einde van Amsterdam, maar eigenlijk ook het begin. Hier vlak achter liggen de polders, dus het ligt op een hele mooie plek. En Reigersbos is een van de wat de gemeente heeft aangewezen als ontwikkelbuurten. We staan hier bij de markt van Reigersbos. En eigenlijk is dat een heel mooi voorbeeld van zowel wat de kracht van Reigersbos is als een van de uitdagingen. Reigersbos, het centrumgebied, is namelijk heel goed bereikbaar. De metro zit er, er zitten allemaal parkeerplekken omheen. Het is heel goed geoutilleerd qua winkelvoorzieningen. Maar tegelijkertijd ligt het ver achter de dreven en op grote afstand van de woonwijken. En dat niet alleen, zelfs ook op afstand van wat we dan de tweede ring noemen van publieke voorzieningen met de scholen, met de andere activiteiten die hier vlak omheen liggen. Ook daar zie je dat eigenlijk die verbinding vrij kwetsbaar is. Dus daarmee is die markt aan de ene kant echt een heel mooi toonbeeld van de levendigheid, maar ook een voorbeeld van wat je nou in de planvorming en in de ruimtelijke ingrepen zou willen versterken. Ja, we hadden het net natuurlijk over de kracht van Reigersbos, het centrum. En daar zit juist ook de kwetsbaarheid. Want waar we hier zitten is een van de steegjes die kenmerkend zijn voor de verbinding tussen de Tweede Ring, dus tussen de maatschappelijke voorzieningen en het centrum, en tussen de woonwijken en het centrum. En juist daarin zie je dat dat eigenlijk bijna een soort steeplechase zou je kunnen noemen. Als mensen van hun woning naar het centrum willen, dan moeten ze eerst door een beetje diffuus groen, over een parkeerveld, onder of over een dreef door, dan weer door een parkeerveld, via een steegje met achterkant en dan ben je er. Dus die afstand is heel groot. En aan de ene kant is natuurlijk die doorwaakbaarheid een grote kwaliteit, al die kleine steegjes, maar daar zit een deel van het probleem en denken wij een deel ook van de oplossing. Nou, wij hebben onderzoek gedaan samen met de gemeente, voor de gemeente, om te kijken hoe kun je met name vanuit fysieke investeringen, ruimtelijke investeringen, helpen om een deel van de met name sociale problemen en ook de ruimtelijke problemen aan te pakken. En dat hebben we gedaan op twee manieren. We hebben gekeken hoe zit die wijk in elkaar, hoe is die ontstaan, wat is de karakteristiek daarvan. En we hebben gekeken wat vinden eigenlijk jongeren en ouderen van hun buurt. En we wilden met name dat perspectief er ook in hebben, omdat we niet het alleen als probleem wilden benaderen, maar juist ook als kans, als mogelijkheden. En we hebben 17 jongeren en 9 ouderen geïnterviewd. En daar hebben we uiteindelijk perspectieven op ontwikkeld van knelpunten en kansen die in de planvorming meegenomen zouden kunnen worden. Ja, we zien dat jongeren ontzettend ambitieus zijn. Sommigen willen naar het buitenland, willen misschien basketbalspeler worden, danseres of juist stewardess. Willen de wereld gaan verkennen. Anderen willen misschien wel accountant worden of econoom. En dat heeft ook te maken dat ze echt financiële stabiliteit willen hebben in het leven. Voor henzelf, maar ook voor hun familie. Dat is ook wat zij heel duidelijk aangeven. De stad willen ze dichterbij hebben. Het centrum willen ze dichterbij hebben. Ze geven aan dat ze meer levendigheid willen. Ze willen de bioscoop als het ware hier in Reigersbos hebben. En niet helemaal naar het centrum of de Amsterdamse poort moeten afreizen. We staan hier bij een groen-blauwe verbinding bij het riviertje De Gein. Die loopt vanaf de zuidzijde van de wijk waar het buitengebied eigenlijk begint richting Apkoude naar de noordzijde, naar Gaasperplas. Je ziet hier een fietspad, er wordt heel veel gewandeld. En volgens mij biedt het ook een kans om dat ook nog verder te versterken. De uitdagingen in Reigersbos die zie je heel goed terug ook in de cijfers. Als je kijkt naar de veiligheidsgevoelens op straat, dan zie je dat eigenlijk de relatieve onveiligheid afgenomen is, terwijl het gevoel van onveiligheid heel erg versterkt is. Dat is eigenlijk één. En het tweede is, als je naar de leefbaarheidsmonitor kijkt, dan zie je dat er eigenlijk in 10, 12 jaar tijd nauwelijks verbetering in is gekomen. Dus het is ook voor een deel structureel. En dat, nou ja, dat zijn een van de uitdagingen waar juist ook met die ruimtelijke ingrepen iets aan gedaan geprobeerd zou moeten worden. Dat is precies de route waar je wat aan zou kunnen doen. En waar je ontwerpingrepen zou kunnen doen om een heldere definitie te maken hoe je het parkeerveld oversteekt. Om te zorgen dat je juist daar de achterkanten ook meer voorkanten maakt. Zodat dat de route wordt die meer mensen gebruiken. Dus ook meer mensen andere mensen zien, oog op de straat georganiseerd worden. De route waarvan je zou kunnen zorgen dat juist die dreef ook, als ergens zo'n veilig oversteek is, dat het daar is. En een plek waarin je zou kunnen kijken als er dan camerabewaking nodig zou zijn, dat je dat toevoegt. Nou, toevalligerwijs is dat op deze plek wellicht straks minder nodig, want hier gaat gebouwd worden. Maar juist ook als hier gebouwd gaat worden, zou het heel goed zijn om dat niet alleen vanuit de woningbouw zelf, maar ook in combinatie waarop dit een soort hinkstapsprong wordt, stepping stone wordt, tussen de omgeving, tussen de andere wijken en het winkelcentrum.